Matteo, gefeliciteerd met deze heerlijke driepunter. Ja, wat voor wedstrijd was het? Ja, eerst en wel, dankjewel. het was een heel mooie wedstrijd langs onze kant. Heel veel inzet getoond, passie, strijd. Wat de supporters heel graag willen zien. En ook heel mooi voetbal met veel kansen. En een mooi 3-0. Ja, het leek ook in de eerste helft eigenlijk al beslist. Ja, vanaf het eerste gevoel had ik al het idee dat we gingen winnen. Want we zaten volop in de duels. We verloren geen duels, speelden goed voetbal, we creëerden kansen, we gaven niks weg. Dus ik verwachtte wel een overwinning, ja. Als je dan de statistieken erbij pakt, Emme heeft 0 schoten op doel. Voelt dat voor jou als verdediger dan ook extra lekker? Ja, het is ook lang geleden dat we clean sheet hebben gehouden. Dus vandaag voelt het extra lekker. Dus ik denk ook als ze 0 schoten tussen paal hebben, dat we het als verdediging heel goed gedaan hebben. Maar dat moeten we elke wedstrijd laten zien natuurlijk. Natuurlijk was dat de afgelopen maandag wat een zure nederlaag was. Waren jullie dan extra gebrand om dan vandaag terecht te zetten? Ja, absoluut. Zeker en vooral omdat wat we vorige maandag niet hadden gedaan, deze wedstrijd wel wouden doen. Zeker voor de thuisfans. Als we thuis spelen, moeten we gewoon laten zien dat wij hier niet te kloppen zijn. En dat hebben we vandaag wel gedaan. Je bent ook een van de meest constante spelers in deze groep. Je speelt veel. Ja, voel je al een beetje thuis bij deze club? Absoluut. Ja, heel mooie club. De supporters zijn heel leuk om voor te spelen. Altijd aanwezig en zowel vocaal als in aantallen. Dus ik heb het naar mijn zin en ik hoop met deze club te kunnen promoveren. Ja, en hoe was het feestje in afloop? We zijn nog niet begonnen, dus ik heb nog geen idee. De trainer heeft iets gezegd in de kleedkamer en ik moest gelijk naar beneden. Dus ik zie het wel als ik naar boven kom.